Het Haags Gemeentearchief presenteert Ik was erbij. Verhalen uit de stad. Ja, dat is heel uniek, hè? Dat is dat een beer op een motor kan rijden. Het is een van de weinige acts met beren die er ter wereld bestonden toen. Maar hij doet het goed. Op een van de meest bijzondere filmpjes in het Haags gemeentearchief zien we beren op de brommer. De beelden uit mei 1976 zijn opgenomen tijdens een drumbandconcours op het Binnenhof. In de pauze van dit evenement is er een speciaal optreden van twee bromberen. Het verhaal achter dit optreden begint 3 jaar daarvoor in Tokkie's Milk Bar aan de Hofsingel. De 20-jarige Pammy ontmoet daar haar latere echtgenoot, circusdirecteur Tony Boltini. Ja, ik leerde natuurlijk Tony kennen en dat was toch al makkelijk. Hij was circusdirecteur en dan kom je bij het circus natuurlijk als je hem leert kennen. En ik heb hem precies hier om de hoek leren kennen. Als je hier dat mooie poortje doorloopt, daar om de hoek, daar zat Tokkie. Dat was een billigbar, daar kon je koffie en milkshakes drinken. Daar zaten wij vroeger heel veel met allerlei vrienden en daar heb ik hem leren kennen. Ik heb bij het circus eigenlijk van alles gedaan om mee te helpen. Ik ben nooit artiest geweest, dat zat er ook helemaal niet in en dat wilde ik ook helemaal niet. Maar als er bij gemeentes weer moeilijkheden waren, dan werd ik erop uitgestuurd om te gaan praten. Dus meehelpen met tournee, met inkoop, artiesten kijken door heel de wereld. Ja. Nou, deze act kwam bij het circus terecht, dat wij in Tsjechië zijn geweest en daar de act hebben bekeken. Het is een Tsjechische familie, Beroshek, Ferdinand Beroshek. Ze hebben ook zelf een circus ook in Tsjechië, dus het is echt een circusfamilie waar ze uitkomen. Hoe kwam deze act op het Binnenhof terecht? Ja, circus Tony Boltini stond natuurlijk op het Malieveld. Ja, hoe kan je nou heel goedkoop heel veel publiciteit krijgen? Dat is natuurlijk of een paar dieren los te laten of een act. Dat je weet dat er heel veel fotografen en kranten en misschien wel tv op afkomt. Nou ja, dan ga je dat doen op het Binnenhof en dan heb je alle publiciteit. Want een klein advertentietje plaatsen in een krant kost heel veel geld. En hier haal je de voorpagina, dus onbetaalbaar. Is het moeilijk beren te dresseren? Ja, het zijn gevaarlijke dieren, heel gevaarlijk. Je ziet het heel weinig dat een beer echt los, dat hij op een motor kan rijden. Dat is bijzonder knap. De dieren hebben een ontzettend goede band met hun domteur. Het is ook hun vader, zeg maar, hè? Daar luisteren ze naar. Het is zo dat als een domteur dieren heeft en het dier mankeert wat, is ziek, ze gaan er 's nachts bij liggen. Ja, ze leven voor die dieren. Het is een beetje over met alle dieren in het circus. En zeker ook met beren. En hoe komt dat? Ja, de tendens is anders. Men vindt het tegenwoordig, zegt men het te zielig. Ja, dat is natuurlijk een hele discussie. Want dieren worden zo fantastisch verzorgd in het circus. Maar ja, zitten natuurlijk in gevangenschap. En daar zijn de mensen niet meer zo erg mee eens. Dus ja, dan moeten we wat anders zoeken. Als je nu terugdenkt aan het filmpje, hoe kijk je daar nu naar? Ja, toch wel met de enige... Ja, trots kan ik er ook wel zeggen dat het toch wel weer even gelukt is dat hij hier met die beren kon optreden. Dat hij daar toch weer alle publiciteit heeft getrokken. Daar was hij natuurlijk een meester in. En, een ander doet het niet, maar hij deed het wel. En daardoor tot heden ten dagen, als men over circus heeft, hè, de wat oudere generatie, is nog steeds Boltini. En dat is toch wel leuk. Thank you.
Thank you.